Ja, voorzitter, ik moet nog een abonnement nemen op Videoland. Maar ik heb hier mevrouw Van der Plas in de afgelopen maanden horen zeggen dat het eigen risico flink verlaagd moest worden. We zijn inmiddels 2 maanden verder. De verkiezingen zijn 2 maanden terug geweest. Ik zou graag aan mevrouw Van der Plas willen vragen of ze al een idee heeft hoe sterk het eigen risico verlaagd kan worden. Hoe sterk? Dus welk bedrag, aan welk bedrag denkt mevrouw Van der Plas als het gaat om het eigen risico in de zorg? Nou ja, in principe, het staat in ons verkiezingsprogramma, geen geheim. Willen wij het eigen risico in de zorg stapsgewijs, al dan niet stapsgewijs afschaffen. En dat zal ook in de gesprekken, in de formatie, zal dat ook op enig moment aan de orde komen. Ja, voorzitter, mevrouw Van der Plas die zit elders aan tafel te praten met andere partijen. Dat is prima, dat hoort erbij. Maar ik constateer dat aan de keukentafel in Nederland heel veel gesprekken gaan over betaalbaarheid in de zorg en toegankelijkheid in de zorg. En we zitten hier ook met elkaar de hele dag in gesprek. En ik heb mevrouw Van der Plas, toen ik nog geen Kamerlid was, heel vaak hier horen zeggen: ja, we zitten ellenlang in debatten, we zitten dagenlang in debatten, maar de uitkomst staat vast. Ik zou graag aan mevrouw Van der Plas willen vragen. Ik heb vandaag een aantal voorstellen gehoord om het eigen risico te verlagen, af te schaffen. Of mevrouw Van der Plas die voorstellen wel of niet gaat steunen. Nou, rekent u er maar op dat ik daar heel serieus naar kijk. Ja, dit is niet, dat staat ook in ons kiezingsprogramma. Wij zijn daar ook heel helder in, natuurlijk. Het is mij ook veel waard dat we een kabinet gaan formeren. En dat nieuwe kabinet de dingen kan gaan doen die we zo hebben gemist in de andere kabinetten. En dat heeft tijd nodig. Ik ben ook vaak snel van, nou niet snel van kort te halen, snel naar huis. Maar wel, het moet wel effectief gebeuren. En, maar het moet ook niet zo zijn dat we het nu allemaal zo snel gaan doen dat er uiteindelijk niks van komt. Dus mij is er gewoon heel veel aangelegd dat het nieuwe kabinet komt. En dan mensen kunnen allemaal ons verkiezingsprogramma lezen. Die weten allemaal hoe wij daarin staan. Wat je daarvan binnenhaalt in een onderhandeling, dat is natuurlijk een tweede. Daarom ben ik zelf heel blij met de PVV als grote winnaar van de verkiezingen op het gebied van het sociale domein. Dat weten we hier allemaal. Mevrouw Agema is een grote strijdster voor de zieken, zwakken en ouderen hier al jaren. Daarom heeft het mij ook eigenlijk zo, mag ik nog heel even voorzitten, daarom heeft mij een bepaalde discussie zo verbaasd vandaag in de Kamer. Want dan denk ik, op de 23 november waren er allemaal huilsessies en uithuilen bij elkaar. En hou elkaar vast, want de PVV, oh jongens, dat mag maar niet. En jongens, we gaan naar onrechtstatelijk en alles gaat er aan in Nederland. En diezelfde partijen die staan nu hier te bedelen om die 37 zetels van de PVV. En dat vind ik dan weer een beetje vreemd. Dan denk ik, vinden jullie het nou wel goed dat de PVV gewonnen heeft? In dit geval wel, neem ik aan. Of moet de PVV weg en is het niks? Daar heb ik me een beetje over verbaasd. Maar goed, dat terzijde. Ja, voorzitter, ik stel een vraag en ik krijg een verhaal waar ik in ieder geval mijn partij niet aangesproken voelt. Ik persoonlijk ook niet. Omdat ik vind dat we hier in de Kamer voor de Nederlanders moeten zijn en gewoon dingen moeten oplossen. Ja. En mevrouw Van der Plas zei eigenlijk net iets heel moois. Mevrouw Van der Plas zei, zorgvuldigheid gaat voor snelheid. En wat als er nou in zo'n motie zou staan om aan het kabinet te vragen van werkt het nou voor ons uit? Hoe zou het nou mogelijk zijn om het eigen risico af te schaffen? Kunnen wij dan rekenen op de steun van mevrouw Van der Plas? Ja, nogmaals, ik besluit als ik besluit. Dus ik laat mij hier niet door. Ja. Ik zie de heer Dijk ook al staan. En de heer Bussoff heeft dat eerder vandaag ook al bij een paar mensen gedaan. Ja. Van zeg ja of nee, you know, ik wil het nu weten en zo. Ja, ik beslis wanneer ik beslis. Prima. En hoe wij in de hele zorgdiscussie staan, dat mogen bekend zijn. Maar ik ga mij hier niet laten dwingen door welk Kamerlid dan ook om nu hier te zeggen of ik dat en dat op dat nu steun. Ik ga dat gewoon goed bekijken. Ja. En dat is wat ik belangrijk vind. Ja, voorzitter, ik wil toch even een conclusie trekken. Kijk, we hebben allemaal tijdens de verkiezingen grote woorden geuit. Mevrouw Van der Plas ook zeker over dit onderwerp.
Zeker. En nu staan we hier. We zijn al 2 maanden bezig. En prima dat er wordt onderhandeld. Dat hoort erbij. Moet u vooral doen. Ik wens u heel veel succes met de onderhandelingen. We zien het resultaat vanzelf wel tegemoet. En ik stel hier keer op keer de vraag om een manier te vinden om zaken voor Nederlanders geregeld te krijgen. Om ervoor te zorgen dat de onderhandeltafel doorgaat, dat de gesprekken daar gevoerd worden. Maar dat de mensen die aan de keukentafel zich zorgen maken om de lasten die ze hebben, om die mensen ook te helpen. En dan krijg ik antwoorden zoals ik beslis wanneer ik beslis. Ja. Dat zijn mooie Rutteaanse termen, Rutteaanse antwoorden. En voorzitter, het laatste had ik als laatste van mevrouw Van der Plas verwacht, maar kennelijk, als je aan een bepaalde tafel zit, dan het is een soort van een bepaalde ziekte of zo, dan roept het over zich heen. Ik wens u heel veel succes en ik hoop, en nogmaals een oproep, er zijn genoeg voorstellen, laten we die voorstellen steunen, zo kunnen we de Nederlanders helpen. Ja, voorzitter, ik doe niet mee aan deze politieke spelletjes. Echt niet. Dit vind ik zo ontzettend kinderachtig wat hier gebeurt. Mijn mening is heel duidelijk. Niemand in deze Kamer, behalve degene die aan de formatietafel zitten of hebben gezeten, weet wat mijn inbreng daar is. Dus hier concluderend dat ik aan een ziekte leid, dat ik dan ineens niks meer wil zeggen. Iedereen snapt dat als je in een formatieonderhandeling zit, of in een informatie zitten we nu eigenlijk nog steeds, we zitten nog niet eens te formeren, dat het zaak is dat op een rustige manier verloopt. He, dus iedereen kan hier boos gaan lopen stampen aan de interruptiemicrofoon van ja, nu ineens willen ze niks meer zeggen. Strikt formeel ben ik nog steeds oppositie. Is er nog helemaal geen kabinet. Maar ja. Het is mij heel erg veel aangelegen dat het kabinet er wel komt. Want ik ben het landsbelang, inderdaad, wat hier gezegd wordt voor mensen. Mensen willen zorg, die willen huisartsen, die willen leraren, die willen, daar strijd ik voor. Dat is waarom ik een kabinet wil. En dat is ook de reden waarom ik me hier niet laat leiden door allerlei politieke valkuilen die hier worden neergezet. Nou, ik vind het niet eens een valkuil. Ik vind het is een hobbeltje wat zo weg te vegen is. Daar ga ik gewoon niet aan meedoen.